Wanneer je bestandsbeheer wilt toepassen op de bestanden en mappen van je Joomla-installatie, dan heb je daar of een FTP-client voor nodig, waarmee je de bestanden en mappen van je Joomla-site kan zien, of je moet dat via het control panel van je hoster doen. En je kunt ook bestandsbeheer vanuit je Joomla-installatie doen. Met bestandsbeheer bedoel ik het toevoegen van mappen of het verwijderen van mappen of bestanden, het hernoemen van mappen of bestanden. Maar ook het instellen van bestandsrechten of het snel controleren hoe je bestandsrechten staan. Het uitvoeren van bestandsbeheer via je Joomla-installatie kun je doen met het component XTplorer. En die is te vinden op de website extensions.joomla.org. Ik ben hier op deze website en ik zal even dat component gaan zoeken. Dat doe ik door de naam van het component in te vullen in het zoekscherm en op de zoekbutton te klikken. En als je dat gedaan hebt, dan zal het bovenste resultaat meteen de component zijn of het component zijn dat we zoeken. XTplorer. Ik klik erop. En vervolgens klik ik op download. En dan komen de bestanden tevoorschijn van XTplorer. Alleen je ziet hier dat het allemaal beta-versies zijn. Het liefst wil je op je website geen beta-versies installeren. Alleen maar stabiele versies. Klik daarom hier links op XTplorer. Want dan kom je bij de stabiele versies uit. En je ziet hier dat versie 2.0.1 de meest recente stabiele versie is. Klik op het zipbestand en daarna wordt hij automatisch gedownload. En vervolgens kun je dit bestand installeren in je Joomla-installatie via extensies installeer, deinstalleer. Ik heb het component al geïnstalleerd op deze website. En als je het geïnstalleerd hebt, dan vind je het onder componenten XTplorer. En ik zal dit component nu even openen. En je ziet dan een scherm waarin de bestanden en de mappen van je website getoond worden. En je ziet ook een aantal kolommen waarin ze onderverdeeld zijn. Je ziet de kolom naam, dus de naam van de bestanden. Je ziet hoe groot ze zijn. Je ziet wat voor type bestand het is. Of het een PHP-script is, of een gewoon bestand, of een tekstbestand. Je ziet wanneer het bestand gewijzigd is. En je ziet ook hoe de rechten staan. En je ziet dat de rechten op deze bestanden staan zoals aanbevolen is, namelijk op 644. Je ziet hier geen mappen staan, maar er is een klein knopje voor wat de mappen eenvoudig tevoorschijn tovert. En dat knopje heet Laat een mappen zien. En nu zie je ook de mappen van mijn Joomla-installatie staan. En daarvoor gelden dezelfde kolommen. En als je bij de kolom rechten kijkt, dan zie je meteen dat ook bij mij de rechten goed staan, 755. Je ziet ook de eigenaar van de bestanden en de mappen. In dit geval ben ik dit zelf. Nou, met al deze bestanden en mappen kun je bepaalde handelingen uitvoeren. Je kan bijvoorbeeld bestanden zoeken. Je kan een nieuw bestand aanmaken. Je kan ook een bestaand bestand wijzigen. Stel je voor dat ik het bestand index.php even wil wijzigen. Dan selecteer ik hem. Ik klik op bewerken. Dan verschijnt er een klein editorscherm waarin ik het bestand kan bewerken. Ik klik weer op sluiten, want ik wil het bestand niet bewerken. Het was even voor het voorbeeld. Met dit knopje kan ik bestanden verwijderen. Met dit knopje kun je bestanden hernoemen. En met het knopje wat hier staat, het knopje met het sleuteltje, kun je de rechten anders instellen. Als ik hierop klik, dan krijg je een schermpje waarmee je de rechten kan instellen. En hier zie je meteen eigenlijk wat de getallen van de rechten betekenen. Je ziet dat de eigenaar mag lezen en schrijven. De
plus 4 plus 2 is 6, want lees staat voor 4, schrijven staat voor 2 en uitvoeren, de x, staat voor 1. Dus 4 plus 2 is 6. Je ziet de groep waar de eigenaar lid van is, of de eigenaarsgroep van dit bestand, mag alleen lezen, dus 4. En ook de rest van de wereld mag alleen lezen. Dus vandaar de rechten 6, 4, 4. Zou ik de eigenaar ook uitvoerrechten geven en op opslaan klikken, dan zie je dat de rechten veranderd zijn naar 7, 4, 4. Dus je kunt gewoon met dit component eenvoudig rechten instellen op de bestanden en mappen van je Joomla-installatie. Ik maak het even weer ongedaan, want ik wil graag alles op de aanbevolen wijze laten staan. Je hebt hier een knopje bekijk, daar kun je dus bestanden mee bekijken. En met deze twee knoppen kun je bestanden downloaden of uploaden. Wanneer je op uploaden klikt, dan verschijnt er een schermpje waarin je een bestand op je harde schijf kan selecteren via bladeren knopjes. Kijk, daar heb je ze. Nou, als je een bestand wil uploaden, dan klik je op bladeren. Dan selecteer je een bestand van je harde schijf dat je wil uploaden. En vervolgens klik je op het knopje opslaan. Met dit knopje kun je bestanden archiveren. Er zit nog een helpfunctie in. Plus nog wat andere info. Ja, zoals je ziet is dit een ontzettend handig component om in je Joomla website te installeren. Omdat je hiermee snel toch bepaalde zaken kunt doen die anders veel lastiger te doen zijn. Met name het zetten van rechten, maar ook het snel even bewerken of aanpassen van een bestandje of even het aanmaken van een nieuw mapje. Het kan allemaal heel makkelijk hiermee. En ik denk dat het een waardevolle aanvulling is op je Joomla-installatie. Tot zover. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken en heel veel succes met dit component.